Er stelt u zich niet zo aan. Ja. Luister eens even, meneer de Bieder, kort en goed. Ik bedoel, heb ik er lang moeite mee? Huh? Met die sterretjes en met die nippeltjes. Nou, gisteren voor het eerst, daar komt die draai in de indrukking. Een boutje en een nippeltje van het transistortje. En toen kreeg ik een steek in mijn pijnappel. Stuurman. Klier. Handtochtjes. Toch eens even je kleren. Oh, pardon. Ik heb een plant. Ja, neemt u me niet kwalijk. Dat was even een vergissing van mij, ja. Nee, doet u mij een... Nee, komt u nou maar liever op mijn spreekuur. Daar heb ik alle apparaten. Smiddags tussen 2 en 3 uur, hè. Ja, dat is goed. Goedemiddag. 7:50. Wat is het al? Die weerhanden was het. Dat loopt nog lekker op, hè, met die 7:50. Ja. Dat draai ik tegen. Stopt u dan met die transistors? Geweldig. U is geestelijk overspannen, meneer. En daar vandaan die nokjes voor je ogen. Nou, het waren geen nokjes, het waren sterretjes. Dat kan me niet schelen, meneer. Maar u moet het kalmer aandoen, in een rustiger tempo. Dat kan niet, dokter. Waarom kan dat Kijk, niet? Kijk, ik sta aan de lopende band. Hè. En links van mij staat mijn collega Elsevier. Hè. En die hangt een inductortje en een condensatortje. Rechts staat Lurk. Die drukt een buisje, dat nokkie van het asje. En ik draai een boutje en een wippeltje van het asje. Wat was dat? Arbeidsvitamine. Dat is het. Meneer, dan moet ik u eens één ding wachten. Dan moet je natuurlijk muziek hebben. U moet ophouden met al deze vragen. Anders hou je in gesprek. Dan kan je niet... Oh, ik zat aan de telefoon. Meneer de Bieder, dat is een patiënt. Dat kost u 7,50. Meneer, luister eens even. Ja. U moet het kalmer aandoen. Ja. Met het oog op uw gezondheid. Dat kan niet, dokter. Waarom kan dat? Als ik sla bak, staan die anderen voor Jan Boterletter. Wat kan die Boterletter dan in de gedeelte van uw werk het handen nemen? Er werkt bij ons helemaal geen Boterletter. Nee. Hier staat Elsevier, daar staat Burg, hier staat Zakkie. Ga niet. Liefd. Met Zakkie, dat. Nee, mevrouw, ik ben echt niet dronken. Nee, maar er zit hier een man met een scheve pijnappelklier. Nee, dan moet u op een spreekuur komen en kan ik toch niet per telefoon genezen. Nee, dan moet u bij Loen de Palingboer zijn. Nee, natuurlijk niet. Ja, prachtig. Ja, goed, mevrouw, eet u maar yoghurt. Zo, 7,50. Nee, blijft u maar zitten, dat heb ik al gedaan. Meneer Boterlurk. Nee, de Bieder. U staat aan de lopende band. Ja, dokter. En u draait sterretjes op een lurk. Nee, ik draai een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En dan? Krijgt u weer telefoon, moet je... Stuurman, op het ogenblik heb ik geen gelegenheid. Nee, dan kom ik na het spreekuur wel even uw moer aandraaien. Nee, dag meneer Elsevier. Yeah. Ik kan het niet meer tegen, hoor. Als u nog één woord zegt, meneer, dan zie ik sterretjes. Oh. Dan moet ik naar een psychiater. Steek uw tong eens uit. 7,50. Ah! Meneer, verdwijnen gaat eruit. Verdwijn van mijn spreekuur af,
In een tijd van grote bloei bij het Nederlandse cabaret kwam een jong talent naar voren, Henk Elsink. Henk Elsink met zijn mooie stem. Hij kreeg de kans bij Willem Duis om in zijn vuist op te treden met een van zijn zeer succesvolle nummers, De Voetbalsupporter. De Voetbalsupporter is een enigszins andere supporter dan die wij nu kennen. Dames en heren, wij gaan nu als laatste naar Henk Elsink met De Voetbalsupporter. Dat was het dan. Ik vond het ontzettend leuk om hier aan meegewerkt te hebben. Tot de volgende keer. Ze zeggen wel eens, wat heb je nou voor apenpakje aan? Je loopt voor rempel mooi voor champagne. Omdat een vrouw toevallig niet zo'n pakje maken kan. Ze stinken allemaal van jaloezie. Het betalen van de contributie vinden ze genoeg. Zonder een grijntje liefde voor de club en voor de ploeg. Ze vullen voetbalboeltjes in en zitten overdekt. En voelen zich het zogenaamde voetbalintellect. Daar gaan we. Maar ik zal ze laten. Geloven dat ze waren van mij. Ze moeten maar eens. Dat brult zich in het zweet. Voor ze het weten leggen ze dan op hen. Zal ze laten. En trappen weer een cupje bij. Ja, u kent hem misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo maf van voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zei, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo gek ben ik nog van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetbal. Alleen voor de televisie. Kastje kijken, weet je wel. Ik zeg laatst tegen ze, joh, ga nou eens mee. Zegt hij, nou gaat hij mee. Ja, fijn, na afloop. Ik zeg, hoe voel je het nou? Zit hij waardeloos? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos zit? Ik vond het waardeloos. Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks aan. Die mensen hebben er geen verstand van, werkelijk. Maar ik zit toch afgelopen zondag op het veld. Komt er een man naast me zitten, 20 minuten laat. Hij vraagt aan me, hey, meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0. Zegt hij, nou, het net goed andersom kunnen wezen. Allemaal maar. Even later begint hij te roepen, waar slaat de tanden uit de bek, TWS? Weer even later slaat de tanden uit de bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zet hij voor niemand, ik ben tandarts. Maar hij had er helemaal geen verstand van, weet je wel. Helemaal niet, want in de rust, ik had nog een klein gesprek met hem, een klein technisch gesprek, weet je wel. Afijn, ik had een klein technisch gesprek met hem, ik zei tegen hem, ik zeg, god meneer, wat vind ik dat toch gek, dat die linksbek die bal steeds bij hem houdt. Zegt hij, dat is nogal logisch. Ik zeg, hoe dat zo? Zegt hij, ik heb gehoord, het is zijn bal. Mensen hebben er geen verstand van, zelf met mijn vrouw. Nee, mijn vrouw! Nou ja, bij wijze van spreken dan. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, god wat leuk dat Barcelona Cruyff die heb willen kopen voor 400.000 gulden. Ik zeg, althans dat zei ik tegen. Toen zegt ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen voor 298? Ah, flauwe. En weet u dat het mijn vrouw niet van voetballen houdt? Eet het daardoor in de familie. Ik heb een zoontje, schat van de kind, maar ja, houdt niet van voetballen. Allemaal niet van voetballen. Ik heb van de week gezegd, joh, dan moet je mee. Enfin, we zitten op het stadion. We zijn allemaal pas binnen begint hij te zeuren. Pap, ik wil naar huis. Zeg, joh, niet zeuren. Weer even later. Pap, ik wil naar huis. Zeg, joh, niet zeuren. Enfin, de rust, ik stop hem vol met ijs en met kauwgummi. Begint hij weer. Pap, ik wil naar huis. Zeg, joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. Gaan we verder. Soms sta ik wel eens uren voor de poort van stadion. Ze kennen me daar, ze weten wat ik doe. Ik heb een keer de kleedkamers van binnen maar gezien. Ze waren leeg, maar dat doet er niet toe. Ik ben er steeds het eerste, want dan heb je eerste keus. Wat dat betreft nemen ze me toch echt niet bij mijn neus. En zitten meestal in de buurt voor radio en tv. Dan ga ik lekker toeteren via Hilversum 2. Dan gaan we weer hoor. Maar ik zal ze laten. Geloven dat ze maar van mij. Mooi hè? Ze moeten maar eens. Hele legioen dat brult zich in het zweet. Voor ze het weten leggen ze dan op hen. Zal ze laten. En klappen weer een cupje bij. Beschaaf je er niet?
Dat is zeer beschaafd, die toeters, hè? Vroeger had ik echt autotoeters, weet je wel, maar dan was er een sjaal met die accu. Maar ik ben helemaal gek van voetballen. Iedere zondagmiddag zit ik op het veld. Ik zit afgelopen zondag op het veld. Komt er een man voor me zitten. Bestel me even 25 kussentjes. 25 kussentjes. Gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, God meneer, ben u soms bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Helemaal maf. Komt er een man van het Rode Kruis om af. Die zegt tegen meneer, u mag die jas hier wel uitdoen hoor. Ik zeg meneer, uitdoen. Ik heb een speciaal gemaakt om weer hem te hebben. Zegt hij, oh, ik dacht dat het dwangbuis was. Helemaal maf. Helemaal gek. Ik ga ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland. Zit ik laatst in het vliegtuig, dan weet ik veel. Komt de stewardess op me af, zegt tegen me. Meneer, moet u horen, de gezagvoerder heb gevraagd of u niet meer in het vliegtuig wil toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Ja. Oh, dat is waar ook. Zit ik in dat vliegtuig, zit er een man naast me, heel aardige persoonlijkheid. Heel leuk hoor, krijgen we te eten van de vliegmaatschappij, weet je wel, een dinertje. Afijn, die man die pakt zijn broodje, doet dat broodje in een klein plastic zakje en mompelt in zichzelf. En dat is voor Van Hanegem. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, behoorlijk eitje, zeker een nulletje. Doet dat eitje in een ander plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Cruijff. Ook geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander plastic zakje en mompelt in zichzelf. En dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Helemaal geen. Afijn zit ik eigenlijk op het voetbalveld van weet ik veel. Zit er een man naast me, die gaat ineens roepen van, hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god, mijn Abel Enstra voetbalt dan zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, nee, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Helemaal maar. Wat de mensen allemaal roepen, ik zit toch laatst op het stadion, komen de spelers het veld op, zit er een man naast me die begint te roepen van, wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen, u hebt nog niks gezien? Zegt hij, nee, maar ik heb de stof geleverd. Ah, en ik zit die schreeuwers, weet u, ik zit liever naast wat anders, weet je dat? Van de week zat ik naast een lekkere meid, jongens. Verdomme nou. Een hele enorme meid met een enorme rechts buiten, enorme links binnen. Afijn, en ik zeg het een geintje tegen, want ik ben vrij humoristisch aangelegen. Ik zeg, nou je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Staat er een gozer naast erop, die zegt, zeg knaap, moet jij straks, hoor. Nou hoi, gaan we weer, gaan we verder. Stem. Zo pak je zik, daar krijg je geen supporterhaas meer voor. Die lopen in de beste pak erbij. Zo hier en daar een vlaggetje, dat kende net mee door. Hoog uit het petje van de brouwerij. En wat die toeters aan betreft, hoe vaak gebeurt het niet. Komt er van de hoofdtribune een of andere hoge biet. Die zegt, meneer, ik heb mijn eigen woorden niet verstaan. Dan zeg ik, dat is maar goed, ook anders zou je blozen gaan. Dan gaan we weer op, maar ik zal.